over naar het start. Heel indrukwekkend. Het was af. Deze doos. Hey iedereen, welkom bij een nieuwe vlog op ons YouTube kanaal. Het is nu zaterdag namiddag ongeveer. Ik heb deze middag ongeveer nog afgesproken met een paar kameraden, want we zijn de auto's gaan wassen. En we zijn een beetje met de auto gaan rondcruisen, wat ook heel fijn was. Nu heb ik mij klaargemaakt, want ik ga vertrekken voor een avondje uit met mijn collega's. Iets super leuk, want we gaan naar het Sportpaleis. Het is vanavond de voorstelling van Cirque du Soleil. Ik denk dat de voorstelling OVO of OVO noemt. Ik ben heel benieuwd. Ik ben ooit één keer naar Cirque du Soleil geweest en dat was echt super, super, super chic. Dus ik ben heel benieuwd wat het deze keer weer gaat worden. Trouwens, om even erop terug te komen, jullie hebben misschien gemerkt dat er op zaterdag zelf, dus normaal gezien om 6 uur altijd een vlog online komt, dat is niet het geval geweest, spijtig genoeg. Heel simpel uitgelegd, de camera was stuk. Thalisa heeft haar camera moeten terug binnenbrengen, die was gelukkig nog onder garantie, maar moet nu hersteld worden, want die werkte niet meer. Ze kreeg hem niet meer fatsoenlijk aan en gaf problemen met de batterij. Dus die moet even hersteld worden. Maar in tussentijd, en daar zijn jullie nu naar aan het kijken, heb ik een nieuwe camera gekocht. Wat ook betekent als Thalisa hersteld is, dan hebben we twee camera's. Thalisa heeft eentje, ik heb mijn eigen camera. En dan kunnen we dus meer video's maken en nog hopelijk nog veel fijnere video's maken voor jullie. Maar dus nu heb ik een camera, kan ik verder en ik ga jullie vanavond meenemen naar het Sportpaleis voor Cirque du Soleil. Dit is de outfit die ik aandoe. Ik heb een blazer aan, een zwart hemd eronder, een gewone jeansbroek en mijn witte Lacoste. Vrij simpel, toch chic. En ik ga nu vertrekken naar het Sportpaleis. Allee, type Solle. Meneer heeft straks een uur lang zijn auto staan was en nu is het weer lekker aan het regenen. Fijn, echt fijn. Oké, spot van de dag. Lekkere M67 hier naast mij. Damn boy. Athena, review van Cirque du Soleil. Dat was gezellig. Het was af. Af? Af. Oké. Ja? Zoutje? Wat vond jij? Ik vond het helemaal top. Ja, ik ook. Ik ook. En Koen? Super cool. Mooie vrouwen, mooie vrouwen. Mooie vrouwen.
En vooral lenige vrouwen. Lenige vrouwen, dat moet je eigenlijk. Dat is belangrijk, hè? Sterke vrouwen ook wel, hè? Sterke vrouwen ook. En gespierde mannen. Ja, dat is dat. Lenige vrouwen mogen zich aanmelden, want Koen is ook nog een lenige vrouw. Een lenige vrouw, ja. Maar niet zo lenig. Te veel insecten. Ja, ik vond dat. Die spinnen beginnen even zo'n hoofdje te krijgen. En die ene die lange, met die lange poten zo. Ik denk dat ik de helft van de tijd zo opgekeken zo. Wat nee? Is dat? Ja, dat is echt indrukwekkend. Dus als je ooit de kans hebt om te gaan kijken naar Cirque du Soleil, doen! Doen! Zeker dan vast. Echt waar, doen. Ik ben terug thuis. Het is ondertussen 12:30 en ik ben ontscherp. En nu niet meer. Oké. Okay. Het is ondertussen 12:30 voorbij. Ik ga nu mijn bed in, die ligt er al in. Maar ik ga nu de vlog niet afsluiten, want dat zal heel kort zijn. Dus we gaan morgen erbij nemen. En dan maken we er een weekendvlogje van. Hè. Want vandaag was een beetje kort, want ik had mijn nieuwe camera pas sinds de late namiddag. Dus ja, veel heb ik niet kunnen doen vandaag. Maar het was wel een superleuke avond, het Sportpaleis. Heel chique show. Echt, als je de kans hebt, moet je eens gaan kijken. Het zijn niet... Iedereen heeft wel eens acrobaten of turners of zo gezien, maar dit is echt gewoon de top van de wereld. Dat is de beste wat je kunt zien. Dus ja, heel indrukwekkend. Heel indrukwekkend. Meer kan ik niet zeggen. Dus als je de kans hebt, zeker eens gaan doen. Ik ga mijn bedje in en ik zie jullie morgen. Goedemorgen! Welkom! Op deze zondagochtend weer. Oh nee, dat zijn twee vlogs zeker. Ja, het is nu zondag. Ja. All in one. Ik zei welkom, maar ze waren hier al. Snap je? Ik ga vertrekken naar Bilzen, want iemand kan mijn make-up tafel kopen. Wat gaat jij doen? Werken. Ja. Work. And wait till you're home. Ja, en als ik ben rond 2:00 thuis en dan moet je klaarstaan. Hè. Because we have to go then, hè? Goed? Oké. Ik neem jullie mee naar Bilzen, want wat Sam gaat doen is toch niet interessant. Wat ik ga doen ook niet zo, maar misschien interessanter. Allee, bedankt. Wat is dat? Ja, kom maar. Wat zelfs, hè? Wat zelfs. Ik ben ondertussen in Bilzen en ze zijn net de make-up tafel komen halen. Kevin en Kirsten. Super lief. Kevin kende ik al. Haar had ik nog nooit gezien, maar echt super lief meisje. Ja, en Kevin is sowieso ook super lief. En hij had cadeautjes mee voor Celine en mij. Dus ik ga dat, als ik Celine zelfs nog zie bij Lara haar feestje, geven. Maar ik vrees ervoor. Anders dan geef ik dat morgen. En we hebben een boekje gekregen van de beste videotips. Echt super schattig. En trouwens een super cute boekje echt. Dat ga ik meenemen op vakantie. Dat is kei fijn. En ja, ook voor Celine dan. En voor ons kantoor. Oh, super mooi. Notitieboek. En kijk hoe mooi. Great Ideas staat erop. En er zit zelfs een pen bij. En dat is zo'n marble. En dat is echt super cute. En zo hebben we ook twee boekjes gekregen. Dat was echt super lief. Dat moest echt niet, Kevin. Maar super lief, echt waar. Ik ga het morgen aan Celine geven. Die gaat ook super blij zijn. Dank u wel. Ik ga nu naar huis vertrekken, denk ik. Maar ik zal eerst nog eens laten zien de stand van zaken hier. Dit is hoe het in de keuken momenteel is. Eigenlijk is alleen hier nog rommel. En ja, dat is het eigenlijk. Dit is allemaal voor naar het stort te doen. Dit ook. Dan de kattenkamer moet je nog zuiver maken. Hier moet ik nog opruimen. De droogkast is al weg, die is verkocht. En de wasmachine moet nog weg. Amai. Het zeteltje gaat naar mama en papa. En de living is zo goed als leeg. De zetel blijft staan. Die hebben de nieuwe eigenaars overgenomen.
De tafel weet ik nog niet. Ik denk dat die meegaat naar Sam. Als ik die nog uit elkaar krijg en zo. Anders blijft die ook staan. En dan boven. Ik ga niet meer helemaal naar boven gaan. Maar... Of ik ga toch naar boven gaan. Hier staat nog alles voor de kringloop. En ik ga de kringloop vragen om dat te komen ophalen. Want ik wil ook nog meer wegdoen. Dan hebben we hier... De make-up tafel is weg. De zetel blijft dus hier. Die staan ook nog te koop. Mocht iemand die graag willen. Anders dan neem ik die nog mee en dan hou ik die. Dit moet ik nog meenemen. De kast blijft. Deze staan ook te koop. En mijn bed blijft ook hier. Want we hebben de nieuwe eigenaars ook overgenomen. En dan hier... Is het ook zo goed als leeg. De kasten en de rek blijft hier. Mijn plaatje voor mijn dressing moet ik nog meenemen. En mijn koffer moet ik nog meenemen. En de lampen moet ik ook nog afdraaien. Deze en in de keuken. Want die wil ik nog houden. Het tv-meubel staat nog te koop. Deze plant neem ik mee naar kantoor. En dan zijn we... Bijna klaar. Deze lamp komt iemand nog ophalen morgen, denk ik. En dan hier, de badkamer is leeg. Zo goed als geen doos en een zak. Voor de rest is die leeg. En hier, dit moet ik... Ah ja, deze heeft ook iemand gekocht, dus die ga ik ook meenemen. En dit moet ik nog meenemen. Dan het bed blijft staan, de matras neemt Geert mee. Dat blijft ook staan. En dit zijn nog wat spullen van Geert die hij moet meenemen. Dus as you can see, er is nog wel wat werk. Maar ça va, komen er wel. Hè. Ik ga jullie trouwens ook mijn outfit vandaag laten zien. Ik heb aan... Mijn zwart jasje van Totally Too. Daaronder heb ik deze trui aan. Deze V-hals oversized trui. Is ook van Totally Too. Die staat normaal nu wel al online. Dan heb ik een skinny aan van de Bershka. En mijn roze sneakers. Die zijn ook van Totally Too. En voor ik hier even vertrek terug naar Hasselt, wil ik nog een giveaway doen. Want ik ben nog altijd aan het verhuizen, dus zoals jullie kunnen zien. En ik heb mijn make-up tafel helemaal leeg gemaakt. En ik heb heel veel make-up die ik weg ga doen. Zwak kunnen jullie winnen. Maar ik kan het zelfs niet met één hand op even deze doos. Oké, het is een schoendoos, maar... Zit vol met make-up. Echt vol. Er zit een oogschaduw en blush paletje in. Er zit een blush in van Maybelline. Baby lips. Er zit nog een blush van Rimmel in. Een highlighter en bronzer van Essence. Er zitten hier van MAC wimpers in. Nagellak en lipgloss. Er zitten 4 EOS lipbalms in. Nog een baby lips. Er zit ook handcreme in. Er zit een smeerblush in. Er zit deze blush van Physicians Formula in. Er zitten allemaal lipglossen in. Er zit bronzer in. Eyeliner, ja. Nog eyeliners. Handcreme nog. Lippenstift. De doos zit gewoon echt proppensvol. Hier zit nog highlighter sticks. De doos zit gewoon proppensvol met make-up, lippenproducten. Alles wat je maar nodig hebt om je gezicht te schminken op een dagelijkse basis. En het zit gewoon proppensvol, de doos. Sommige dingen zijn gebruikt natuurlijk, zoals... soms is een blush die ik eens 2 keer heb gebruikt of zo zit erin. Maar lippenbalsem en zo die ik heb gebruikt zit er natuurlijk niet in. En
Eén van jullie kan heel die doos winnen. Heel de doos vol met make-up. En wat moeten jullie daarvoor doen? Heel simpel. Jullie moeten zich abonneren op ons YouTube-kanaal. Hier op ons YouTube, Talisam. En jullie moeten deze video delen op Facebook. Of Instagram Story mag ook. Mocht ook Facebook sowieso doen en als bonus Instagram Story. Het liefst Facebook. Heb je geen Facebook, dan kun je dat op Instagram Story doen. Laat mij in de comments weten dat je meedoet. Gewoon door te zeggen, ik doe mee met deze giveaway. En dat je geabonneerd bent en het gedeeld hebt op Facebook of Instagram of allebei. En dan kiezen we heel binnenkort de winnaar. Ik weet ook dat er nog de winnaar van de shampoo giveaway gekozen moet worden. Dat gaan we ook deze week doen. Maar door heel de verhuis en al de drukte is dat er nog niet van gekomen. Maar dat gaan we deze week dus ook sowieso doen. Dus die wordt in een van de volgende vlogs aangekondigd. Ik ga ook hier nu de vlog afsluiten, want anders gaat hem denk ik te lang worden. En wat we zelfs gaan doen, zien jullie in de vlog van morgen. Hopelijk vonden jullie deze vlog leuk. Doe zeker thumbs up! En wij zien jullie morgen!